Nationale Postcode Loterij. Nou, wat het leuke is namelijk aan de Postcode Loterij, is dat iedereen die namelijk in Nederland woont, eigenlijk al automatisch meespeelt met de Postcode Loterij. Is het zo? Ja, en zal ik dat even verklaren hoe dat zit? Nou. Ook jij doet zelfs al mee met de Postcode Loterij, ook al heb je geen kaartje. En het zit namelijk zo. De Postcode Loterij heeft namelijk een ANBI-status, een algemeen nutbeoogende instelling. Ja? De Postcode Loterij valt onder Stichting Doen. Ja? De Stichting Doen heeft ook een ANBI-status. Nu is het zo dat, stel dat 1 miljoen Nederlanders €12,50 per maand betalen aan de Postcode Loterij. Ja? Betaalt de Postcode Loterij dat weer aan Stichting Doen. Daardoor kan de Postcode Loterij maandelijks 12,5 miljoen, het zijn eigenlijk 3,2 miljoen Nederlanders, maar 1 miljoen rekent wat makkelijker, kunnen ze dus aftrekken van de Belastingdienst. En wij als belastingdragende Nederlanders betalen daar dus voor. Maar Stichting Doen doneert die 12,5 miljoen maandelijks weer als periodieke gift aan de 90 onderliggende goede doelen, die ook allemaal een ANBI-status hebben. Daardoor verdient Stichting Doen ook weer 12,5 miljoen per maand, maar maal 3,2. De goede doelen onderling doneren ook weer aan elkaar, waardoor dus de directieleden van de goede doelen zichzelf op die manier exorbitante hoge bonussen en salarissen kunnen laten uitkeren. Want een beheerder of een eigenaar of een directeur van een ANBI-status dragende firma mag slechts een vergoeding hebben in vacatiegelden. En dat is puur alleen maar onkostenvergoeding. En €173.000 per jaar is niet echt een onkostenvergoeding. Dus op het moment als hier namelijk in deze straat de straatprijs valt, zal ik naar buiten treden en Gaston Starreveld en hoe heet die andere ook weer? Caroline Tenze en die zitten nog meer bij die dat blonde. Nicolette van Dam. Nou, die gaat drie dikke pakjes krijgen van mij, want ik ga namelijk mijn straatprijs claimen. En ik zeg namelijk, ik speel eigenlijk al vanaf mijn 18e jaar mee, proactief of passief eigenlijk, met de Postcode Loterij. Omdat ik namelijk belasting betaal. En de belastingdruk wordt alleen maar hoger, omdat namelijk de gevulde blauwe blazers van de goede doelen en Stichting Doen en de Postcode Loterij zichzelf namelijk verrijken en de goede doelen misbruiken voor eigen gewin. Nou, meneer, ik vind het een goed verhaal. Het is zo. Het zijn feiten. Sterker nog, die BMW's die jullie weggeven, bijvoorbeeld, of de Albert Heijn. Hè, want ik heb toevallig van een hele wijze dame, heb ik gehoord namelijk dat de wereld onderhand aan een parkeerplek aan het worden is. Van auto's die elke dag van de band afrollen en die niet verkocht worden. Die zijn na 2 jaar economisch afgeschreven. Nou, dan kun je dus nagaan dat een directeur van de BMW-fabriek afgeschreven auto's heeft staan op een landingsplaats ergens. Nou, die doneert die auto's aan de Postcode Loterij en die kan dus dat geld weer terugkrijgen via de Belastingdienst. Nou, meneer, ik bel u alleen maar omdat ik u een mooie aanbieding mag doen. Ja, ik heb de aanbieding al, want ik speel al vanaf mijn 18e mee. Dus op het moment als jullie zeggen van nou, oké, we gaan een BMW weggeven. Ik geef jullie dolgraag mijn adres, rijd dat ding maar voor. En ik weet vast wel iemand blij te maken met een gloednieuwe auto. Of boodschappen bij de Albert Heijn. Of een kannetje Ben & Jerry ijs. Geef maar op, ik doe al mee. Mm-hmm. Ik doe al mee. Ik speel al mee met de Postcode Loterij. Ja, maar ik denk dat u met dit soort verhalen naar de klantenservice moet gaan. Ik ben hier alleen maar om mooie aanbiedingen te geven aan mensen. Nou, ik vind het bijzonder fideel van je. Maar ik hoop dat je zelf eens gaat onderzoeken wat ik zeg. He, want je hebt ook een privéleven, dus dadelijk om 9 uur ben jij klaar met werken over mijn 8 uur. En dan ga eens naar huis en toets eens gewoon in bij de Belastingdienst ANBI, A-N-B-I. Ja? En Google maar eens, of dan heb je het programma ANBI opzoeken. En voer mij eens Postcode Loterij in, Stichting Doen, Jantje Beton en al die goede doelen die ze allemaal doen. Het is één grote plakkerige strijkstok. Ooit nog doen, meneer. Het is je werkgever, hè? Je mag nooit bijten in de hand die je voedt, maar als je nou misschien dadelijk over een half jaar of zo uitgefaseerd wordt omdat je misschien een beetje te duur bent of zo, dan zul je vast nog een keer terugdenken aan mijn woorden. Maar noteer het,
Zoek het op, zoek het uit. En je mag van mij prima doorgaan met bellen. Maar ik vrees dat heel veel mensen gaan opzeggen bij de postcode loterij. Omdat iedereen al automatisch meespeelt. Dus jouw werk is in ieder geval voorlopig nog veilig gesteld. Oh, nou, super. Bedankt voor deze geruststelling in ieder geval. Ja, want als iedereen gaat opzetten, moet jij nog meer gaan bellen om proberen mensen weer over te houden om weer bij de postcode loterij te komen, toch? Wie weet. Oké. Ik denk dat we het gesprek maar gaan afronden. Ik vind het goed. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Ja. En wens je een fijne avond, hè? Ja, dankjewel. Voordat u ophangt, ben ik nog wel even met het verplichte te wijzen bericht in telemarketing. Ja, dat verhaaltje, dat ken ik. Ik wijs u in ieder geval op het recht om, in ieder geval het burgerrecht, om in ieder geval aan waarheidsvinding te doen. En om in ieder geval dat even allemaal op te zoeken op de site van de Belastingdienst en dergelijke. Want ik vind dat een groter recht, eerder eigenlijk een voorrecht, om dat te mogen doen. Ik dank u wel en ik wens u een hele fijne avond. Dank u wel. Wens ik u ook, voordat u ophangt, ben ik u alsnog even verplicht te wijzen op uw recht in de telemarketing. En als u nog even moet een lijn hebt, zeggen, van een bandje, het recht van verzet en het kan niet. Oké, is goed, meis. Doeg! Okay.